Om ekse studie te het, dit is my livelihood, my gewoonte reg, hy is ook so spiritual right. Ons leer het maar by ons ouers, en ons ouers het het by hulle ouers geleer. Dat is iets wat je in een boek kan leren. Dat is traditionele kennis. Mijn ma heeft mij geleerd hoe de mensen uit die see uitleven. Die see is zoals iemand wat leven. Ik gloei leven. Dat is altijd alsof iemand met je terugbrengt. Om een visservrou te wees, jy moet gelukkig wees met albei seisoene. Winter, die somer, die herfs, die lente. Jy moet glimlag as daar niks in die boot is, en jy moet glimlag as jy een vis gevang. Dit geef jou daai manier van hoe jy waardeer. Hoe waardeer jy die oseaan? Vandaag is maandag en ek is besig om die vis voor te berei vir die aand. Want ek glo dat aan maande aan is vis aan. Wanneer gemeenskappe nie op 'n maande aan vis maak nie, dan is dit 'n vissergemeenskap. Jy kan nou gaan van huis tot huis en sal jy sien mense maak op maandag aan die vis. Wat so lekker is, als jij dan nou weet, allemaal moet op een maandag vis. Zo oorals wat je stap op een maandag en reik, jy moet hy vis geuren. Hou jy van vis, Elleste? Smaak het lekker? Ja. Okay. Nou, waar kom die vis vandaan? Nou, van wie het gevang? Opa. Okay. Nou ga je ook zijn papa zien toe. Ja. Wanneer? Nooit. Hm? Ik is Caroline. Groenewald. Ik is een vissermansvrouw. Hou van moet vissen weer. Ik heb 4 kinders. Hallo Charles! Nee, alright, gaat het goed? Dat is mijn biermeester. Mijn opa was een visserman. Zo zijn vrouw was ik ook wel natuurlijk een visservrouw. Die leven was ons goed geworden. Daar was hij altijd geweest. Maar mij maakt altijd gezorgd die bietje en die stukje waar hij is. Morgen, morgen, morgen. Het is gezorgd dat ons kreeg daarvan. Plezier. Dat is nu aan die reizen. En daar is nu haar man. Dat is nu om Souli. Skipskop was een plekje op zijn eie. Dit was net die vissergemeenskapie waar hy gebleid het. Daar was die geriewe nie, daar was die water nie. Daar was net een winkel wat baie ver gewees het, dat ons geloop het.
uit die see uit die tyd het gelewe het. Dis net 'n see lewe. As ons nou hier gestaan het en dat ons nou miskien na daai muur toe kyk, het jy gesien daar is die see water. Dit was 'n baie tawe lewe daai. Maar die waardering wat ons gehad het. Nee, want ons is so groot geword. Ons moet dit oppas. Nee, ons kan nie gaan ag nee, ek worry nie, daar is nog nie. Nee, nee, daar was nie altyd nie. Om mee sê het ware wat veel boekorale is. Nee. Hulle kan veel vertel wat jy nie van weet nie van die daai tyd se jare waar hulle vandaan kom. En ek waardeer dit en so kan ek ook luister en so kan ek ook leer. En so aan dan vertel ek ook waar het ons gebly het en waar van ons kom. Mami, jy het my so baie geleer. Om asseblief te sê wanneer ek iets vraag. Ek is baie lief om seer vir jou konfyt te kook. En hierdie vrug is so uniek, want hy's net 'n seisoenvruggie. En hy groei op die duine. Jy het die kompos op wat nodig om hom te laat groei. Die natuur laat dit vir jou groei. Jy moet hom net kom oes op die regte tyd. En jy moet ook nie hom sy plante beskadig nie, want hy moet weer groei. Dat die volgende jaar weer vir jou vrugte kan gee. Ek was nog eens op skool hier, toe moet ek al agter my ma aangeloop het. Ek was seker 5-6 jaar oud. Dan moet ons saam met my ma gaan. Hulle gaan seer vir jou pluk. En ek sal dit nooit vergeet, hoe soet my ma vir ons aan die lewe hou. My ma het 8 kinders gehad en al die kinders het sy groot gemaak op haar eie. En my ma kon nie gelees of geskryf het nie. My ma nie skool gegaan het nie, want sy moet van 6 jaar oud af in die mense se kombuise gaan stryk het. Moet sy op 'n bankie gestaan en stryk het. Maar my ma was 'n tradisionele vissersvrou in en uit. En so het ek gesien en geleer en gekyk wat my ma hulle doen. Die oes van die spesies vir die vroue meestal doen. Hulle doen dit al van kindstyd af. Hulle ouers het dit gedoen, hulle voorouers het dit gedoen, want dit is kos. Dit is kos wat hulle gaan oes en daar word kos van gemaak vanaand. Omdat dit deel van ons lewe is. Ons gaan rotse toe. Is soos jy gaan 'n brood koop by die winkel. Ons wil voortgaan daarmee. Ons moet voortgaan daarmee, want ons moet kos voorsien. Ja, my ma het my geleer hoe te mesies uit die see uitlewe. As haar die kos gewis het, het my ma altyd haar lintjie gevat, daar gaan sy, daar sy see staan. Daar gaan sy kyk of sy nie visie kan vang om kos op die tafel te kry vir haar kinders. Ons eet elke dag, eet ons van die see, elke dag. Hotnot vis, silvervis, kabeljou, geelbek. My ma het 'n galjoenvis gaan vang met die handlyn. Moenontjies, soos die mense sê, geel oogies. Ons het krikke uit dat ons kerial krikke eet. Ons het perlemoen geëet, want die perlemoen was mos die mega hier by ons. Ons kan legal geloop het, ons kan dit legal gaan afhaal het en geniet het. En hadders, trek hadders. Hadders gesout en oggend opgehang en ingeruig
Ons het enige vis droog gemaakt. So ons het die honger gelei in die winter daar nie, want ons het geken, skaarsheid moet jy die vis gaan afhaal, daar kan jy eet. Ons het gelewe net van die see. Dat was swaar tye, maar die waardering wat ons gehad het. En ek is blij, ek sê altyd, ek is blij vir die manier waarop ek groot geword het. Want die manier waarop jy groot maak, maak nie van jou beter persoon. Om die lewe vorentoe te kyk. En te dink, waar kom jy vandaan en waar jy vandag is. Ons is nou hier by die Jout Club waar ons vissels loons. Voorheen het al ons bote gelee. Maar het kan nou nie meer gelee nie, want het privaat eiendom kom voort hier. Ek is geboren op een plaas. Ek het groot geword op die plaas. Baie keer het ons strand toegekom, samen met die plaasboer. Op die ouderdom van tussen 10 en 11 het ek naar haar huis toe gekom en dan moest ek die huis skoonmaak. Verbasend moet ek saans op een mat onder die kombuistafel slaap. Maar ek het nooit ervaar as apartheid of het nooit my seer gemaak. Ek het uitgesien om na toe te kom, maar ek kon nie seer sien. Nooit het ek op die ouderdom van die tyd geweet ek gaan betrokke word by die see, gaan betrokke word by vissers, ek gaan trouw met die visserman, ek het nooit dit besef nie. Tot vandag is daar nog steeds, as jy langs ons waters loop, dan kan jy sien, al die gated communities, allemaal het moes omheen. En allemaal besluit die wietwielige seel mag dan langs die strand loop. Ze mij onaanvaardbaar het en als je moet maar nog vragen. Ze ons besluit zelf ons loop hier. Die water behoort niet aan jullie. Die water behoort aan ons allemaal. En het behoort aan niemand. Die geveg gaan lang terug, ik denk tot voor Jan van Riebeeck af. Daar het hulle gekom en kom sien ons bronne en wie wil hier en wie wil vecht daarvoor. En dit was baie tragies. Jy weet, wie allemaal het gekom, Portugese, Hollanders, allemaal van waar het gekom en claim die resources wat die inheemse mense sin is. Ja, dit is van de corner, ja. Derek. Ja, hij is van over onze small scale fishes. A lot of our fishes is buried here. Ja, even my mother and father. Oh ja, here's the real story. Yeah. Memory of the remains of our loved ones. Ex-human heads in James Cemetery. This massive grave that you see over here, it was the remains of those, the graveyard there, the top, where we used to live before apartheid came. All was demolished and they decided to move us to where we are staying now. Nobody knows who's who here, but they are the legends because they were here before us. And they made the way for us. Now, like this, not even a flower, nothing at all. Daar's baie, baie stories van baie dorpe, waar mense nie kan gaan by hulle traditionele oesplek, waar hulle al die jare geslagte na geslagte geoes het. Kan hulle nou nie meer gaan nie. Mense is uitgewoed uit hulle areas uit.
toen doet het daar van schipskoof terugheen, toen doet alles veranderd. Krijg kocht het toen hij dit oog gevat. Toen wordt allemaal trek van schipskoof af. Het is op plaatsen gaat blijven, het is stress bij toe trek, aanesten toe, zo. Ons was nooit weer daar nie. Als ik aan die bij je daar, loop ik eraan. Bij je hart hier met me halen, was bij je hart hier oor hulle. Daar moet weer gaan. Want het komt van hulle ouwers, sy ouwers af, wat hulle nou daar blijft. Het Skipskoof was een lekker plek. Ga maar min hier in stress bij, naar die see toe. Maar ik zal je vergeten waar van nou komt. Harde leven, zwaar leven, maar was het oorleef. En mijn kinders het ek geleerd, soos ek groot geworden, soos ek hulle geleerd. Alles in die leven. This is so much injustice that has been done. Ses vissers het al heen gegaan. Ek moes by hulle begrafnisse praat. Dan is het vir my baie emosioneel om te kan praat oor hulle. Met al die vissers wat nou al gesterf het, kan ek met baie lof praat. Vissers wat omgegeet vir die see, wat hulle geels geken het, wat moet word treed heen. Hulle saam bekleed vir een policy wat een plek moet kom vir ons kleinskaalse visser. Is nou nog een plekje. Hulle was deel van die hoofsak. Maar kan nie proe hoe smaak die smallscale policy dat hulle gekende vissers is. Bertoutje, wat ga je huis toe? Hé, Bontie? Het gaat nu donker worden. Als die maan schijnt in die aand en die maan net een wit kring om, dan weet je dat het morgen baie winderig is. En die kracht van die wind kan je ook bepalen hoe dik die witlijn om die maan is. Zelf je kan zeggen hoe sterk die wind is en of het niet zo sterk wind kan wezen. Maak een voorbeeld, dit was vandaag een kreefvangdag. En die vissers komen land die kreef. En die kreef maak een knersgeluid. Een geluid zoals iemand wat op zijn tanden kners. Dan weet ons, morgen gaan het een beetje kwaai zee wees. Mijn pa was een visser. Mijn opa was een visser en mijn opa Gooitje was een visser. En ik is die vierde geslacht. Dus van beide kanten af. Twee vissersfamilies wat geconnected. Dat is zeker hoe kom die zee zo sterk die aan mijn aren vloeit. Want dat komt van mijn ma af en dat komt van mijn pa af. Toen ik met verstand kom kreeg, toen kan ik al zwemmen. Want zo nabij aan die zee het ons gebleven. Ons huis was bijna aan die zee. Zoals daar is. Mijn oudste zuster heeft meestal naar ons gekeken. Want mijn ma heeft gewerkt, mijn pa heeft vis gevangen. Zij brengt voor ons zee toe. Zij weet dan, het is niet een probleem, want ons is bijna gelukkig als het bij die zeewater is. En zij heeft voor ons geleerd hoe om mossels te oes. Blauw mossel, wit mossel oes. Hoe om met een pantyhouse, wat vrouwen dragen, kreef te vangen in die klippen. Dat was die spelletjes wat ons gespeeld had. Zo volop was hij vis. In onze huishouding heeft ons geëet vars makreel, vars
mispanker, vars hoornotvis, vars galjoen, verschillende species het ons geëet. Maar als ik nou moet veel zeggen, wanneer laatst het ik een vars mispanker geëet, dan moet ik veel liegen. Want het komt niet meer voor in onze waterzee, dat is niet diepzee. Die trollers, kom gooi hulle nette, hulle gooi die net in een groot radius. En alles wat binnen hy net vastgevang word, word saamgesleep. Tot op die tuinlewe, die plantenlewe onder die see, is weg. Weg, weg. Hulle gooi die bron totally uit. Bij hulle gaan het oor die bewaring van die bron, nie. Bij hulle gaan het oor die geld wat hulle nou huidiglik kan maak. As hulle een liefde gehad het vir die see, sou hulle meer verantwoordelik gevis het. Ons glo en vertrou dat ons moet volhoubaar oes, sodat daar vir die volgende geslag ook kan wees. Ons kan nie die kleintjies uithaal, ons kan ook nie te veel uithaal. Dit is nou al daar, vir al die eeuwe wat ons ken, vir die jare wat ons lewe, is dit daar, dit was daar en is nog steeds daar, so die respek moet daar wees, sodat daar altyd kan wees. Bafiat is 'n visserdorpie. As a fisherman village, soos hulle sal sê. As a plek waar net 33 geboude huise is. En die families en die kinders bly in die agterjaar, spele ouers. In Bafiat, jy ken die mense net van visvang. It's a tough life. Kyk die groot trollers ook, hulle roei ons visbronne om ons uit en dan kom hulle in ons water. So word die vis al hoe skaarser. Baie mense dink 'n visserman lewe is 'n maklike lewe. Maar dit is nie so nie, want dit is gevaarlik as hulle uitgaan op die see. Baie gevaarlik. Vernaam is die wind so wy, hulle see toe, hulle is nog op die valley. Daar wonder ons, waar is die manne nou nog op die see? Die marejare kom nog, is June, July, August. Die mense nie eilik see toe gaan nie, dit bly om weer. Kijk, baie keer gaan hulle uit, daar kom hulle terug, as het maar net een eetvisie. Maar mense nog dankbaar wie daar is, dat op die tafel iets kan sit. Ons as vissers trek maar zwaar dier die wintermane. So baie van ons maak staat op hierdie snoekran om geeltjies te bere vir die wintermane, sodat dan iets is om te eet in die huis. A hungry man or an angry man. Dat kan jy sien. Narens dan beklei die mense nie meer met die government nie, dan beklei die mense onder mekaar. Wat se donker kom word, as kinders, wat met eet en drink. Nou is daar miskien die geld en nou word donker, eet en sê, daar is niks om op die tafel te sit. En dis hoekom ons besluit ons as vrouwens. Ons kan nie meer wag vir 'n klein skaalie. Ons kan nie meer wag tot mense vir ons iets gaan doen nie. Ons moet nou ons tradisionele kennis moet ons nou gebruik vir hierdie voedsel security. Of anders gaan ons mense honger ly in die land Suid-Afrika. Hulle gaan honger ly. My finansiële hulp kom uit die see uit. Dis waar my finansiële hulp vandaan kom. Ons vrouwens is sterk vrouwens. Ons weet wat ons wil hê. When I come and talk to Afrikaans, when I'm angry, I talk English. What I want to say to you today, when you strike a rock, you strike a woman. Die groot olie maatskappye.
total shell, wie ook al, wat nou een idee heeft dat hier in Zuid-Afrikaanse oceanen is baie olie. Hulle moet kom toets vir olie. Hulle moet kom seismiek opnames maak. Ons weet dat hierdie groot maatskappye gaan net gemors aanvang. Hulle gaan net chaos veroorsaak. Lamosbay is 'n vissersdorp. Vir jare en jare en jare het die grootste deel van die gemeenskap gelewe uit die see vandag nog. Dit is hoekom dit so belangrik is om oil en gas drilling weg te hou uit ons water, beach mining weg te hou. Ons gaan dit beklei tot die bitter einde, want dit is 'n bedreiging vir die voortbestaan van die vissers. Verlede jaar Desember het die Ooskapvissers 'n saak gemaak teen die maatskappy en het die saak gewen in die Hooggeregshof. Maar nou is daar goedkeuring gegee vir 'n ander maatskappy, Searcher, om seismiekservice. Nou, dat maak mense kop te mekaar. Hoe is die justice system van ons dan nou? As ons dit gaan toelaat, dan gaan ons kinders oor 20 jaar die meer weet hoe lyk 'n hotnotvisie. Hulle sal dit net in boeke sien, op die TV sien. Hierdie oseaan voorsien het nie my voedsel nie. Die see is soos 'n spiritual right wat hulle sê. Maar al hierdie regte is weggevat. Ek weet nie wat gaan in Suid-Afrika aan nie. Ons regering pog so oor see. Daar's voorsiening gemaak vir die kleinskaalse vissers. Dat is job gekreë uit vir die mense. Dit is 'n klug. Dit is 'n leuen. Hoe kan 'n regering wat treaties sign vir green energy kom met hierdie goed? Behalwe dit was daar toestemming gegee om 1500 ton gifstowwe hier in St. Helena by Waters te damp. I'm not gonna stop fighting. Al moet ek ook alleen veg vir die oorlewing van die vissers en visserye, sal ek dit doen. We are a strong force. We are not ordinary fishers. We are indigenous people who know where's the breeding ground, where we can catch, where not. We will never give up. We will never, really, we will never give up. All these years, the struggle, we will ever win. We will win them. I know we will win. Jou lewe lank nou te veg. Hierdie verskillende wette, hierdie verskillende aksies wat die regering toelaat vir groot maatskappye, vir oliemaatskappye. Hoe verstaan 'n mens dit? Ek dink hoekom mense weerstand opgebou het. Dit is hulle lewe. Dit is wie hulle wil wees. Ons wil aanhou om vis te vang, ons wil aanhou uit die see uitlewe. Mense het dit gedoen en hulle wil niks anders doen nie. Nee, baie lekker. Dis maar ons routine van sien toe gaan dag is. Maak nie saak hoe laat dit is, of 1 uur of 2 uur is, ek moet staan op. Dit het ook by my ma as kind geleer. As my pa uitgegaan het, dat sy vroeg opgestaan. Dat sy
ook zijn kussen gezet, zoals zijn koffie gemaakt. En als ze uitgaan, dan moet je maar op je knieën gaan, dan moet je maar bid. Het is maar bid, veiligheid dat die Heer vir moet zien en dan veilig weer terugbring. Dit was maar anderste lewe, maar hoe is het dan hier? Mami, ik ze moet weer weg. Ja. Laat ik mijn petrogiatjes krijgen. Het was een full moon aand. Toen ik bij die beer geloer en ik heb op die waters gekeken en ik heb die mooiste blank op die waters gezien. En ik besef één dag als ik een bezigheid het, dan ga ik mijn bezigheid zijn naam noem Blank Waters. Ik heb het gestig omdat ons moest nou 100% afhankelijk van die see is. En als het bedweden is op die see, het ons moest die inkomsten niet. So ons moet ander alternatieven gaan geprobeer. Ik weet niet, ik was altijd creatief geweest. Ik is lief verdikt. Maar in die begin het dit vir my gelyk. Het lyk alsof niemand stel belang het. Jy sit een potje daar, dan kyk die mense. Maar naderhands, toe raak het so populair, dat is groot mense wat gehuil het op my tafeltjie. Dat sê, oi Sarah, dat het ons so terug doen met ons kinderdae. Toen ons nog gaan vye pluk. En van daai af, hebben lobby het ons raak gezien. En hebben lobby het voor sê, ons moet ons een producte maak. Hulle het begint op die marketplace sit, in een pantry gemaakt. En hulle het vir die kliënte het verkoop. En elke keer kreeg ze een SMS, dan sê die mense, joh, dat was fantastisch. Oeh, dat is amazing, dit was lekker. En toen ek begin, sê, dankie vader. Iemand het ons raak gezien. En het nou rere gegroei van kracht tot kracht. I love my pantry. Dit gaan net die oor my en my family nie. Ons sit op 6 huisgesinne se tafels kos. Ek is die moeder van die dorp. Hy is altyd 'n getok aan die deur, want die kinders weet ek het altyd 'n vrug in die huis. As ons 'n huis en ons 'n hart nog altyd oop vir ons mense. Daai gemeenskap, closeness, want dit help ook mense om die weerstand te het, want ek het my ondersteuningssysteem is daai, is my familie, my vriende, my bure. My liefde met die vissermanne 20 jaar gelede begin, en ek is nou nog by hulle, ek is hulle voorsitter. Ik geef hulle leiding, maar dat laat niet dat ik net nog vissers moet denken. Ik denk aan mijn gehele gemeenskap. Dit is Yellowtail, long from Straits Bay. I can't wait to taste it because it looks lekker. So. This evening I'm cooking for my family and my foster care children, my family, and all the children around me. Sometimes is it 20 kinders, sometimes minder, sometimes meer, maar ek gee nie om nie, want het kom met die liefde van my hart. Die huis is die groot, die is klein, maar wanneer kinders kom vir eet, dan maak ons plek. Eindelijk moet ek sê dat ons het baie zwaar groot geword. My ma moest leer, om van die min meer te maak. Ek het op die ouderdom van 14 het skool gegaan en gaan werk. Want ek moes my male help werk om kos op die tafel te sit. Ek begin nou opgroei met dit in my mind. Want ek het baie aan gehuil van hongerte nog. Enige kind ooit wat sy honger lees, sal ek omsien en kyk om vir kos te gee.
ons het nog altijd nooit voor een kind kon sê, nee, hier is hier genoeg kos. Nog nooit het dit gebeur. Ek saluut die vrouwmense, want die vrouwmense het omgehaagde, hulle ken die swaarke, hulle ken die leed. Want baie gemeenskappe kan julle gaan en julle kan gaan kyk, is die vrouwens wat uitstaan, en is die vrouwens wat die leiers is, is die vrouwens wat voorvat, is die vrouwens wat enig iets op die skouer sit om te kan doen. Ons vissermense, ons kyk agter mekaar. Die liefde wat ons het vir mekaar, die respect wat ons het. Ons het een familie kom word. Daar is een band wat lijkt me ons nie uit mekaar het kan brengen. En wat voor ons linkt met mekaar is die struggle van die vissers in ons verschillende gemeenschappen. Is die common ground wat ons laat saamstaan. Ons het die saak gewen. Want ek het vir my oors toe en nou saam na sorry hoop. Ons gaan nie meer verloor nie. Ons gaan nie meer verloor nie, sê die vissers. Ons gaan nie meer verloor nie, sê die vissers. Want ons wil nie meer verloor nie. En dan kom die so en sê, ek het sê, kom maar kom so met saam. Die kan feit, die hoeveel dinge net aanvaar. Wat de impact dit gaan hê op ons levens, op ons kinderse levens. Ons is bezig met iets wat regtig baie belangrijk is voor die voortbestaan van visserie. En de victory for one is victory for all. Die wereld moet zien die victory wat ons hier waard. The tide is turning for us. The tide is turning for us. Terende die tydperk wat ons daar gewoon het op die plaas. Ek moes die plaasboer aanspreek as baas, sy vrou as nooi en kleinbaas en kleinnooi. Toen ik nou hier in Langebaan het was ik een raadslid op het stadium en die seun het in Langebaan kom woon. En hij het op die raad municipaliteit gewerkt. Hij het gekom en gesê, goeienaand mevrouw Smit. Ik zei, nee, nee Klimas, wat is mevrouw Smit? Ik het gehuil. Ik het redder gehuil toe hij vir my noem mevrouw Smit. Ik begin mijn waarde terugkry. Ik is nie meer net Zolien, wat er bij plaats blijft, bij plaats goed te worden. Daar wordt nou vader aan Zolien getreven. Dat heeft een baie groot rol gespeeld om te beseffen. Jij het ook belangrijk geworden, jij kan ook een rol spelen. Ik ben zo dankbaar voor die geval. Voor mama, zoals mijne, wat voor ons alles in die leven kon geleerd. Ik waardeer wat ik vandaag heb. Nee, want ons is zo goed geworden. Ons moet waardeer. Als ik vandaag moet terugkijken op mijn levenspad, dan zie ik al die draaien in elke kronkelpad. Dat is een kies als die leier van Bavaria's Bay. Ik sta vandaag nog 18 jaar in mijn bos. Ik zeg, ik is een kamp 40 van mijn vissermense. Net niet van Bavaria's alleen nie. Maar voor die hele Weskus. En ik ga het niet op voor die Here, maar ek kom haal het en my oë toe gemaak het. En ik wil al hierdie mooie dinge sien waarvoor ons geveg het. Ons seisoen het aangebreek vir vrouwens in die kleinskaal vissery. Die lewe in die see, hulle is in hulle lewende gemeenskap en jy sal nooit een mossel alleen kry nie.
als je aan die mossel schade doet, dan doe je schade aan de gemeenschap. Ons als schepping van God moet niet elkaar uitbrengen. Wat voor mij altijd opgegeven is mijn waardes, mijn waarde gedachtes oor die oceaan, die beschermheer, custodian. Daar moet nog wees voor geslachten wat kom, daar geef van mij op. Daar moet nog wees. Hoe lang ik nog aan leven weet ik. Ik is 65. Laat ik kijken waar ik kan helpen. Als iemand mij vraagt, je weet, mensen ze opkijken naar mij als een van die leiders. Dan zie ik dat mijn taak is niet verniet niet. In hoop, die hoop wat ons heeft. Hoop voor de volgende dag of de volgende generatie. Thank you.